3, 2, 1, go! Oké, 3, 2, 1. We kennen allemaal wel de nieuwe hype die zomaar is ontstaan en dat zijn de fidget spinners. Deze dingen, kijk, het ziet er al super vet uit, gewoon het patroon. Vooral als je het wat harder doet. Wow, kijk hoe hard hij nu al tript. Maar het ding is dus, dit gaat wel hard. Maar wat nou als we dit gewoon nog iets harder doen? Door middel van een hoge drukspuit. Dames en heren, vandaag gaan we het lol hebben met deze nieuwe rage. Ik heb wat leuke voorwerpen, zodat als dat ding super hard gaat door die waterspuit, dat we gewoon kunnen kijken of het dan ergens doorheen kan gaan. Een prullenbak waar we het gewoon instoppen en de klep dicht doen. We gaan gewoon lol hebben. Smash dat blauwe duimpje omhoog voor meer. En als je wil dat ik dit ga hydrodippen, want als we dit gaan hydrodippen, gaat het sowieso ook super vet worden. Kijk dit dan, hij tript helemaal. Wojo. Oké, het is nu tijd voor het echte werk. Voor de veiligheid trekken wij natuurlijk wel even handschoenen aan. Want het ding gaat uiteindelijk zo snel in mijn hand. Dat is echt niet gezond. Zo, lijkt al een beetje op een dokter of zo. We gaan de hoge drukspuit even aanzetten door de schakelaar om te halen. Kijk eens aan. En nu moet dit mooie wapen werken. Even een test. Oké, deze werkt. Laten we even beginnen met te testen hoe hard dit ding eigenlijk kan gaan. Dus we gaan hem nog even nergens tegen aanknallen, maar eerst gewoon even kijken hoe hard hij gaat. Want ik moet ook even inkomen, ik heb het nog nooit gedaan namelijk. Zijn jullie klaar voor? Als ik eerlijk ben, vind ik het wel een beetje spannend. Oké, we gaan het doen. 3, 2, 1. Oh! Oh my god, hoor dat geluid. Oh my god, je hoorde zo'n harde sis. Het ding draait gewoon nog steeds. Oké, wacht, dat geluid moet jullie beter horen. Ik ga dat ding meteen uitzetten en dan moet jullie goed luisteren. Oké, de spuit horen jullie nu eventjes heel hard, want ik sta heel dicht bij dat ding. Zodat ik hem meteen kan uitdrukken en luister goed naar dat geluid. 3, 2, 1. Uit. Mijn camera is helemaal nat, hoor. Oh my god, het is gewoon een vliegtuig. Het is gewoon een vliegtuig. Dit is toch ongelofelijk. Die hoge drukspuit. Besef even, als ik geen handschoen aan had en dit gewoon mijn hand aanraakte, hoeveel pijn ik dan zou krijgen. Mijn hele handschoen is ook gewoon doorweekt op dit moment. Oh. En besef dat hij gewoon helemaal droog is als hij eruit komt, hè? Omdat het gewoon allemaal weer afspat, dat water. Insane. Oké, nu weten we dat hij hard gaat. En nu is het tijd om te kijken of we wat dingen kunnen slopen. Net was het nog echt super mooi weer, maar nu is er opeens heel veel wind bijgekomen. Dus ik probeer een steentje in dit blikje te doen, zodat hij niet zomaar wegwijdt. Maar hij past er niet helemaal in. Dus we laten maar voor wat het nu is. Oké, ik ga de machine aanzetten. Hoppatee. We gaan dit met de zwarte doen, omdat deze al heel erg uit elkaar valt en eigenlijk al een beetje kapot is. Heb ik liever dat deze kapot gaat, want mijn gele is daarentegen nog heel erg goed. Oké, daar gaan we weer. Laten we op z'n allen hard gaan en dan drukken we gewoon tegen dit blikje aan. Kijken wat er gebeurt. 3, 2, 1... Oh nee, waarom gaat hij uit? Waarom gaat hij uit? Oké, hij gaat super hard. Het gaat nog super hard. Komt ie. 3, 2, 1. Oh! Er gebeurde niet zoveel, maar dat geluid. En mijn camera is weer helemaal nat. Ik moet mijn camera verder weg doen. Dit werkt niet zo. Het spijt me dat ik jullie steeds nat maak. Ik maak jullie weer droog. Ja, hier. Zo, ziet er al wat beter uit. Oké, de schade van het blikje viel echt reuze mee. Het zijn echt alleen maar een paar krasjes hier. Wat we nu gaan proberen. Hier heb ik een emmertje water. En die spinnen gaan we gewoon zo hard laten draaien. En dan gaan we gewoon hierin gooien. Kijken of die afremt. Of dat die gewoon alle kanten opspringt en dat hij er weer uitspringt. Ik heb geen idee. We gooien het gewoon in dit emmertje met water. Zijn we klaar voor 3, 2, 1. Daar gaan we weer. Hij gaat zo hard. Oké, hij gaat erin. 3, 2, 1. Hij legt gewoon in één keer af. Oh, zit dat ding aan. Oh nee, mijn dingetje is kapot. Ik had niet verwacht dat hij letterlijk in één keer zou stoppen. Dit water heeft het zo hard afgeremd. Oké, dat dopje ligt hier. Die is gewoon losgeraakt van mijn spinner. Oké, we moeten hem maar gaan pakken. Oh nee, dan wordt mijn mouw ook nat. Oké, dan gaat hij. Die hele handschoen is nu al nat. Zo, is er schade hier aan? Volgens mij is alles gewoon nog heel. Oké, nu gaan we het een heel klein beetje anders proberen. Die spinnen gaan we gewoon weer heel hard. Nou, precies dat. Dat het gewoon hier licht ophouden op het water en dat al die spetten zo omhoog gaan. Kijken of dat ook een cool effect heeft. Oké, laten we beginnen. 3, 2, 1. Dat geluid, jongens. Een vliegtuig. Oké, komt hij erin? Oh, dat water. Oh, het vliegt helemaal in de lucht. Ik weet niet of jullie dat zagen. Oh, helemaal ingezoomd. In het water kwam heel veel, maar die spets ging alle kanten op. Kijk maar. Kijk het hier op de grond, die hele straal. Vanaf die emmer zo daar naartoe. Ik vind het prachtig.
Het volgende dat ik eventjes wil doen is met onze grote vriend, de prullenbak. Ik weet niet waarom het onze grote vriend is, maar het is een prullenbak. De fidget spinnen gaan we op zijn allerhardst laten draaien. Doen het klepje open. We gooien hem erin en gooien de klep weer dicht. Wat er gaat gebeuren weet ik niet. Dus daarom gaan we het gewoon uittesten. Ik heb het gevoel dat als ik deze goed in de prullenbak gooi, dat hij echt zoveel deuken gaat maken. En echt alle kanten op gaat springen. Oké, we gaan dit doen. 3, 2, 1, go! Oh, hij staat nog uit. Oh my god. Niks gebeurt. 3, 2, 1, go! Oké. 3, 2, 1. Wat is er gebeurd? Oh my god! Nee, dat meen je niet. Kijk wat er is gebeurd. Ik zat een beetje te zoeken naar de schade en het viel me helemaal niet op en nu zie ik het gewoon. Ik dacht dat het erbij hoorde. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar je ziet hier bij mijn vinger, ja jullie zien het wel. Er zit een hele streep van een deuk zeg maar in. Hij is gewoon langs de hele rand gegaan. Hier zien jullie het best. Ik kan het heel goed laten zien. Kijk, ja, hier zo. Die hele streep heeft hij achtergelaten. Het heeft bijna een heel rondje gemaakt in het ding. Dat hij gewoon elk randje is langs geweest. Het heeft gewoon bijna een heel rondje gedraaid. En toen kwam hij eigenlijk op de grond neer. Deze was leuk. Ik vond hem geslaagd. Nog iets wat mij leuk lijkt om te proberen. We hebben hier nog een oud stukje fruit. En mijn goede fidget spinner. En die gaan wij gewoon wap hier tegenaan houden. En kijken wat de schade hiervan wordt. Kijk, op deze manier gebeurt er niet zoveel. Maar ik denk dat als die heel erg hard gaat, dat er wel wat stukjes fruit door de lucht gaan vliegen. Zijn jullie er weer klaar voor? Komt ie, dames en heren. Oké, die is hard. Komt die. Ik had tegen mijn hand. Nee. Even een pauze. Stop het. Je weet niet hoeveel pijn dat doet. Het voelt echt alsof je een klein steekje krijgt of zo. Ik wilde dat ding dus omdraaien, zodat niet al die vieze dingen op mij kwamen. Maar toen ging het fout en toen, ja, kwam het tegen mezelf aan. Oké, we proberen het opnieuw. Oké, zijn we er klaar voor? 3, 2, 1. Oké, komt ie. 3, 2, 1. Oh, is toch niet afgelopen? Gadverdamme. Mijn hele handschoen is ook geel nu. Een hele streep. Er is een extra gat hierbij gekomen. En uiteindelijk ging hij hierin draaien. En dat wil ik dus totaal niet. We gaan er niet in kijken. Weg. Het was gewoon vies. Als je nieuw bent, vergeet zeker niet even te abonneren hieronder. En als jullie nou ook meer hiervan willen, dat ik het nog extremer ga doen ofzo. Ja, sowieso blauw duim omhoog. Verder heb ik hier nog een kartonnen doosje. Waar ik het ook nog tegenaan wil houden. Kijken of het een beetje door karton heen kan. Plus, kijk hoeveel kaartjes ik hiervan heb. Dit is een hele stapel van mijn oude visitekaart. Wacht, zet dat ding even uit. Zo, dat is wel wat beter. Ik heb een hele stapel van mijn oude visitekaartjes. En ik wil heel veel momentje nemen met jullie om hier naar te kijken. Oké, deze kan ik dus allemaal niet meer kwijt. Omdat 1, alles niet meer klopt. En 2, dit ben ik niet meer. Kijk hoe dit eruit ziet. Kijk dan. Dit was dus mijn oude visitekaartje. En op de achterkant stond wat informatie. Alleen al die Twitter dingen en zo, dat klopt niet meer. Want ik heb andere gebruikersnamen. Maar ik vond het wel leuk om even aan jullie te laten zien. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Misschien moet ik het weggeven of zo. Het zijn echt nog, ik weet niet, misschien wel 200 of zo. Ik heb echt geen idee. Oké, tijd voor het kartonnen doosje. Oh, ik heb het weer verkeerd om vast. Oh nee, ik moest het vasthouden. Deze doen we eventjes opnieuw. Dit is zo eng om vast te houden. Oké, 3, 2, 1. Oké, ook hierbij viel de schade wel mee. Het heeft weer wat deukjes achtergelaten hier en daar. Maar ja. Ik ga het in ieder geval hier behouden. Waarschijnlijk kan het niet door karton heen bijvoorbeeld, omdat het van plastic is. Stel, ik koop een andere spinner als jullie dat leuk vinden van metaal. Dan denk ik dat we er nog meer plezier mee kunnen hebben. Doe een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan ook. Het gaat heel erg hard waaien. Ik bedank jullie voor het kijken. En tot in de volgende video. Waarin ik dit misschien wel ga hydro dippen. Oké. Peace.